Zoals eerder jaar, dames en heren, zal het oog straks weer in augustus hier en daar gaan de Maas te doen zijn. En we hebben het dan natuurlijk weer van, ja, het oogstfeest natuurlijk, het is wat anders. En hetgene wat er allemaal bij werd, randverschijnselen enzovoorts, die willen we even gaan belichten. Maar we willen nog zeker een van de hoofdpersonen benoemen, uiteraard de oogstkoningin. Nou, die gaan we dadelijk eventjes via een praatje aan u voorstellen. En dan gaan we daarna ook eens even kijken van, wat hebben we eigenlijk allemaal straks te beleven tijdens deze dagen. Die grote feestdagen nog altijd in Berg aan de Maas. De feesten kunnen niet doorgaan, dames en heren, als we geen koningin hebben. Dat is nogal duidelijk. En die koningin die staat hier nu naast mij. En die loestert normaal gesproken naar de naam van... Daphne. Daphne Doekums uit Berg aan de Maas uiteraard. Geboren en getogen? Ja, ik ben geboren en getogen, ja. Ja. En voor het dagelijks leven kom je echter van buiten? Ja, ik woon momenteel woon ik wel in Nijmegen voor de studie. Dus ik zit er nu op kamers, want ik studeer nu nog mijn pre-master taalwetenschappen. En hopelijk mag ik komend jaar beginnen aan mijn master specialisatie taalspraakpatholoog. Dus... Ja, dan moeten nog wat tentametjes voor gebeuren. Of? Ja, die heb ik nu gelukkig allemaal achter de rug. Maar het is lekker spannend wat de uitslag gaat zijn. Ja, nou, dat wordt dus helemaal spannend voor dingen. Sowieso een spannende tijd natuurlijk, want als koningin heb ze van alles te beleren. Hier in het dorp, de koninginnen voorheen waren allemaal eensgezind. Vanaf de basisschool houden ze al zijn gat als ik dat eens mocht weren. Dat geldt voor dich ook? Ja, dat geldt voor mij ook. De best toch als klein meisje was er met opgegroeid. Met de basisschool werd de kenger metgenomen in het hele proces van het Oudste Cultuurfestival. En naarmate dat ze ouder werd, dan werd het alleen maar nog zieker. En dan kan ze het echt goed van genieten. Ja, en dan kiest ze op een gegeven moment toe, daar lijft hij dat ze denkt van, nou, nu zouden ze mij eigenlijk best wel eens mogen komen vragen. Ja, ja, alleen ik heb mezelf opgegeven. Ja, ik dacht, ik blijf niet wachten, ik doe het zelf. Ja, ik dacht, ik doe het zelf. Ja, zeker. Hoe je koningin neemt initiatieven, zal ik wel zeggen. Zeg, toen, ja, op een gegeven moment wordt er gezegd van, nou Daphne, jij bent de gelukkige, je bent zover. Ja, dan moet een geweldig moment zijn geweest. Ja, dan spat alle enthousiasme eraf. Dan begint het avontuur eigenlijk pas echt. Ja. Ja. En dan begint het, ja, het avontuur begint, maar dan beginnen ook de dingen die nu eenmaal moeten gebeuren. Die bieden nieuwe taken waren. Ja, een jurk uitzoeken. En als een jurk hebt uitgezocht, een speech maken, de kroon goed laten zitten naar de kapper, make-up. Dus voordat ze het weer zit, ook nog een heel proces daarvoor af. Ja, ja. En dan moesten ze nog van allerlei dingen gaan doen. Dus komende zondag al actief, begreep ik? Ja, ik ga naar het OLS. Komende zondag. Ja. En dan heb ze nog andere activiteiten? Ja, ik heb nog een interview staan. Ik heb ook nog andere activiteiten wat komen. Inderdaad. Ja, die eigenlijk met de taak te doen hebben. Zeg, en dan natuurlijk straks de grote dag als de optocht komt. Ja, zeker. Daar verheug ze zich al enorm op, denk ik. Ja, op het ganse feestweekend verheug ik me enorm. Want elke dag ben ik er natuurlijk bij en mocht ervan genieten. Dus ja. Dat hebben natuurlijk de medestudenten nogal allemaal gezegd. Allemaal naar Berg. Ja, ja. Ik zeg tegen iedereen, kom maar. Lekker gezellig hier naartoe. Kijkers, zijn alweer allemaal kijkers erbij natuurlijk. Die hebben we al metgenomen. Goed zo. Dan ga ik in ieder geval in de voorbereiding heel veel plezier toewensen. Want dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Dat ze er veel plezier aan hebben. En dan hopen we dat we straks een stralende koningin onder een stralend zonnetje hebben. Ja, dankjewel. Even naar de organisatie toe, want dat is natuurlijk ook heel erg belangrijk. Ellen Norris staat hier neven, ik zou zeggen, is aangeschoven, maar ze staat nog helemaal. Ja, Ellen, wat gaan we allemaal metmaken? De bekende dingen, is er nog wat veranderd? Kortom, wat we 18 augustus hebben, hoe gaan we ermee starten? Nou ja, we hebben dit jaar natuurlijk 75 jaar bestaan, dus dat is echt heel anders dan andere jaren. Daar leven we met z'n allen ook heel erg naartoe. Vorige week hebben we onze nieuwe oudskoningin gekroond en... We leven nu uit naar het grote weekend, wat begint inderdaad op 18 augustus met een middag voor
de ouderen en gehandicapte zieke mensen. Echt een prachtig programma hebben we daar samengesteld. En in de avond is het speciaal voor de jeugd. Ook daar is een foute avond. Met You Music, Ted en Kump en John Tana. Dus dat is echt een fantastische avond, gaat dat weer. De Neugetiende op zaterdag is de kindermiddag. Dus ook voor de speciaal voor de kleine kinderen hebben we in de middag georganiseerd met allemaal spellen en avontuur en sport. Vervolgens hebben we een mes, een oogstdankt mes. Die werd er natuurlijk zeker bij een 75 jaar bestaan, ook echt bij. Ja, dat hoort absoluut bij de activiteiten natuurlijk. Ja. Hè? Dat is gewoon zo. Ja, we gaan dan ook nog het oogstmonument. Daar gaan we ook een herinnering doen aan de mensen die ons helaas ontvallen zijn in de afgelopen jaren, hè, dat we bestaan. En vervolgens gaan we weer een feest maken in de tent. Daar hebben we een chique band, Hoempa. En die staan garant voor een knallend feest. Ja, en op zondag hebben we natuurlijk ons hoogste punt met de culturele parade. Hoe Daphne dan als mooie koningin op de laatste wagen mocht staan. We hebben een hele mooie stoet samengesteld, dit jaar ook weer. Ja, daar wou ik even op terugkomen. De stoet, wordt hij daardoor ook langer of is er anders? Is het wel nee, anders? Hij is niet anders of langer. We zijn dit jaar gestart ook met nieuwe mensen, dus er zit wel nieuwe energie in, zeg maar. Wat ook wel uit in wellicht andersoortige groepen. We hebben een verhaallijn proberen te maken. Het thema is ook OCS, 75 jaar. Dus we hebben ook teruggehaald wat we in de afgelopen jaren gedaan hebben om dat nu weer terug te laten zien. Ook oude technieken zijn te zien. Hebben we de ruskesplekken even weer mee bezig. Maar ook de hele moderne technieken hebben we toegepast. Dus ja, dat is wel in de parade terug te zien. Ja, goed zo. Maar we waren dus, want daar is de Werdenrichting bij de zondagmiddag gebleven. Ja. Dan vanavond daar weer. Ja, we beginnen de zondag met de parade. En daarnaast ook nog, is er van alles rondom, zeg maar. We kregen nog een hondenshow en een kermis komt er. En mogelijk nog gaat we een klimwand en spellen voor de kinderen ook. Want het is ook belangrijk dat het voor de kinderen vertier is. En in de feestpaviljoen gaat het ook los met de Limburgse middag. Dat is terug van weg geweest. We hebben een aantal jaren anders gedaan en we hebben toch gemeend dat de Limburgse middag beter past bij het Oogstfeest. Mm-hmm. Ja. En dat alles onder vrij entree? De zondag is wel geheel vrij entree en voor de vrijdag en zaterdag niet. Nee. En de start binnenkort de vuurverkoop en een duo-ticket geeft korting. Kijk, dat is ook al altijd een voordeel natuurlijk. Hè? Okay. Ja. Maar heel belangrijk voor veel mensen in de regio zal natuurlijk zijn van de zondag is gratis, daar kent men naartoe. Liefst niet met de auto, denk ik. Nou ja, we hebben genoeg parkeerplaats aan de Bergenweg, dus dat kan wel. Maar met de fiets is wel licht handiger om te komen. Dan kunnen ze iets weer de deur binnen. Ja. Want op een gegeven moment, voor de veiligheidsoverweging, moet dat wel afgesloten worden. Ja, ja. En daar kun je tegenwoordig steeds meer bekijken. Want daar heb je natuurlijk ook mee te maken. Hè? Of we het nu hebben over de triathlon of we hebben het over UG-activiteit. Daar kun je steeds meer van letten hierop en denk door aan en ga mot zus en ga mot zo. Ja, de regels werden wel steeds strakker en strenger. En dat is wel, ook kost heel veel tijd en energie om door het goede gesprek ook met de mensen van de gemeente over te hebben. Die zijn echt wel welwillend, maar hebben zich natuurlijk ook aan regels te houden. Zeker ook met het opzetten van de tent. Ja, er is in het verleden natuurlijk op andere festiviteiten het een en ander met gebeurd. Ja, en de wilskunde dat veilig is. Ja. Maar soms denk ik, het is ook goed, zeg maar, en dan is het toch nog net niet goed genoeg. Al die regeltjes maken het wel moeilijker voor u. Ja. Biedt het dan nog leuk om het door te krijgen? Ja, nou, het maakt het moeilijker, maar ook veel kostbaarder. Dus het is soms ook met de vraag, ja, kan het nog zo blijven volhouden wie we dat nu doen? Mm-hmm. Dus, ja, want we na de 75ste wil voor ook 76 en nummer op allemaal hebben. Ja, dat wil voor Jelgeer met z'n allen, inderdaad. Ja. Maar ja, dat kent niet zonder alle vrijwilligers die we hebben, maar ook de kosten die het met zich meebrengt. Dus we hopen op grote aantallen mensen dat we inderdaad qua omzet daar iets terug kunnen krijgen van de kosten die we moeten maken. Prima. Nou, dan ziet het er in ieder geval op dit moment goed uit. Het plannetje is klaar, het feest kan beginnen. Nog even een dikke maand wachten. Ja, ja, het is nog wachten. De praalwagens werd nu heel lang gewerkt en dat schudt echt heel erg goed op. En dan is het uitkijken naar het grote weekend. Goed zo, heel veel succes en straks heel veel plezier. Dank je wel.